Yes YouTube, welkom bij een nieuwe video op mijn YouTube kanaal DKB's. Mijn naam is Jelle, dit keer geen FIFA, maar eventjes PUBG. Het is, als het goed is, vandaag, als ik deze video op tijd online heb gekregen, is het eerste kerstdag vandaag. Prode kerstfeest allemaal, Pieter, jij ook jongen alvast. Goede feestdagen, lekker kalkoentje eten en zo, heerlijk. Ja. Pieter doet vandaag mee, we gaan lekker PUBG spelen, even geen FIFA. Ik zou eigenlijk geen video uploaden, maar ja, ik ga dan met Pieter PUBG spelen, ik dacht, waarom niet? Mijn vorige FIFA-video was qua kwaliteit een beetje minder. Ik heb gisteren met mijn settings lopen rommelen. Daardoor was mijn camera-setting verkeerd. Maar ik heb het net gefixt, want ik ben een fucking genie. Nice. We gaan nu PUBG spelen. Pieter is alweer bezig met allemaal emotes te doen. En ik zie jullie zo in-game. Dat gebouw waar jij gemarkt hebt, dat is een robotgebouw. Beter dat we hierheen gaan. Veel mensen hier. Daar ook nog een. Verder ook nog een. Ja. I know, ik zag hem. Naast. Nice. Ik ga wel de berg op. Ik kan die andere komen pushen. Oh. Schoot hij op jou? Nee. Oh, dan kan ik rustig mijn berg oppakken. Ja, maar. Oh, ik zie heel ver 265 mensen oversteken. Hier was dat. Kunnen we een beetje heen pushen? Of ze zijn meteen doorgerend, of ze zitten hierin. Oh, daar zijn ze. Rechter. Dat schot. Oh, ik word van achter beschiet. Die schiet twee keer op mijn pan. Ah, daar op tech, die ligt plat. Je ligt plat hier, noord-east, op die tonnen. Wow. Moet je het healen? Ja, die sprong er vanaf. Ja jongen, ik deed ook dat twee keer. Joh. Was die nu beschoten? Ja. Oh. Oh shit. Daar kan ik niet heen kijken, Pieter. Ah, oh, snerig. Word gemolied, maar snerig. Overkant straat. Allee, yes. Wacht even, kom maar. Oh, maar gepusht, hè. Wacht even, niet pieken. Geef, ene. Oh, wat, ik was weer achter de muur op mijn beeldscherm. Ik zag hem niet meer en hij schoot me weer door mijn kop. Ja jongens, edit Jelle even tussendoor hier. Er is iets tussen deze twee potjes misgegaan met mijn microfoon en het geluid. De game is dan wel gewoon gesynct met het geluid, maar mijn microfoon loopt iets voor op een camera, op het beeld van mijn camera. Ik weet niet hoe dat kan. Ik ga het proberen te fixen, maar voor de rest van de video loopt mijn camera, loop ik eigenlijk een beetje achter op het geluid wat je hoort in game, dus dat ziet er een beetje gek uit. Maar er komen vanaf nu lijpe kills aan, dus blijf vooral kijken. Sorry ervoor dat het een beetje gek is, maar goed, dan gaan we snel verder kijken met de video. Kunnen we nog altijd naar die andere gaan? Nou. Lol, vier man achter ons. Vijf man, what the fuck? Maar die landen niet. Nee, die landen niet hier. Let's go, crossbow for the win. Some squad van mij. Oh, kom. Fuck die jammer backpack. Oh, ik zie hem. Oh, dat was mis. Waar is hij? Wacht even. Oh! Ja. Waar is hij? Ligt aan die rode kraan, die is aan het kruipen daar. Aan die rode dingen.
automatisch. Heb die allebei geoot met een crossbow? Dat gekliept, nice. Holy shit, Cas. Get craft on, jongen. Holy shit. Hier ligt nog wel erin. Een shot en booster. Maat. I'm insane, jongen. Holy shit. Het was ook gewoon pre-fire, hè. Ik schoot en toen ik wist dat hij ging pieken. En toen piekte hij. Floep. Kijk, zie je er iemand? Oh, ze komen eraan. Moet je healen. Allee, die molly was los op mijn bekjes. Ah, Nate. Bro, dat was echt zonde. Ik had hem ja, twee keer dan kunnen shot of crossbow en ik heb het twee keer verneukt. Nog twee gasten achter ons, maar die gaan ergens anders heen. Verder niemand. Nice. Al die treinen voor ons alleen om te looten. Pak de, oh ja, pak de eerste trein. Oké. Okay. Hey. Fuck you, Peter. Nee, dat kreeg je al serie. Fuck you, jongen. Quick draw. Ja, ja, ja. Grappig, Peter. Heel leuk. Een rugzakje bij jou. Amai. Ik liep er los over. Terwijl jij ja, die gooit. Dat zie je. Nou joh, dat is niet nodig. Je zit op de broeding, die wil ik op de schijnt erop. Pas op. Nee, het was niet al te ver, hè? Nee. Want daar ergens, ja, ik zie hem. Zeg hem. Oh, ik zie hem, ja? Ja, ja, wacht. Hit. Ja, die is dood. Oh. Dat was dus die, yes. Maar dat haal ik niet. Die is dood. De genoktoor commander. Oh! Iemand die het liegt. Okay, valt aan mij. Twee man hier. Kom maar. Pushen dat. Kneta. Knocked. Oeh. Ik zie die. Die is dood door commander. Of door iemand. Ah, hier. Wat is hier aan het doen? Ik weet niet waar, maar. Iedereen neer? Ja, alles dood. Los, los, los. Komen mensen aan, denk ze. Oké, okay, hoort te schieten. Doe jij die deur dicht? Pas op, kan dat er nog een binnen zitten? Dat was de laatste. Dat was hem. Kroza, oef. Zal ik die pak pakken? Maar. Ja. Nee, pak jij maar. Oh, dan kan ik natuurlijk geen compensator. Ik heb hier een compensator nog. Als je dat wil. Nee, nee, ik heb alles. Ik heb M4 fully decked out en Uzi. Oké. Okay. Het alleen nog een beetje ammo misschien. Oh, sick. Joink. Ik ben op de weg, Pieter. Ah, ja. Ja, komt er maar af. Spring op deze zak hier aan mijn kant. Nee, nee, nee. Gaat die, die gaat ooit toch wel een keer weg? Nee. Echt niet. Ja, hey, ik ga er niet meer af hoor, fuck dat. Ik zit hier fucking goed. Ze kunnen mij toch niet raken. En ze kunnen hier ook niet meer opkomen. Oh, iemand achter ons. Waar? Daar op mijn marker. Oh,
kut. Hij zag mij, ik moest gaan liggen. Hij mij geraakt. Het heel. Hij is aan het pushen. Allee. Ik had vrij schot en ik mis. Hij zit op dat ding van boven. Is hij eraf gevallen? Ja, ik heb hem flink geraakt. Hij is eraf gevallen. Zo'n komt ook. Ik wist dat ik op die weg moest gaan zitten. Ah, rechts van mij. Ah, oké. Okay. Ik blijf lekker hier. Daar op mijn marker, ja. Ik blijf lekker op de weg. Kom in een noord en in een noordwest in de raam. Die moet komen die van in de raam. Jelle? Ja. Moet eruit springen, mijn marker. Die is ontkomen nu. Vindt die pieken zo? Eet of Molly? Is dat recht? Nu nog één onder u. Dat is een maat licht daar. Ja, die lekker is. Die staat onder u, dus ofwel kunnen die nu proberen te killen, ofwel gewoon erboven wachten en dan gaat die ook volledig healen op live boosten. I knew it, I knew it. Nou, maar die gaat ook blijven healen. Ja, yeah, yeah, I know. Gooi de molly. Pas op, hè. Nu maar gewoon doen. Nee, pas op, weg, weg. Ik wist dat hij daar zou staan. Jij geen nades of zo? Nee, ik heb geen nades meer. Ik ga er niet afspringen, want dan ben ik zo heel lul. Gewoon wachten. Mieten. En first aid ook spammen of bandage misschien zelfs. Die dat bandage nog sneller is. En een first aid lukt toch niet meer, kind, dus ik zou bandage eerder spammen. Even gewoon in en niet pieken, want die. Wacht gewoon. Ik ben toch aan het wachten, dat gaat gast. De cirkel toe. Dit is zo raar. Rustig, jongen. We gaan naar binnen. Je moet gewoon bandage spammen. Bandage, nog... ja? Ja, ja. First aid kreeg je toch niet meer klaar, want dat doet zoveel damage. Dat pakt een helft van je leven weg. Dus hier, dat je direct fully boosted, zei je dan nog een booster. Ja, gebruik maar. Ik denk dat ik first aid net red. Ik zou gewoon bandage spammen, hè. Maar doe maar first aid, als jij dat of ik spring er nu alsnog af. Nee, als nee, dat niet meer, want dan zit in de blue en dan gaat het dood. 100%. Gewoon niet midden blijven staan. Een direct bandage, hè, zodra dat je damage krijgt. Hè. Ik heb maar 2 first aids, hij heeft er sowieso meer. Bandage. Ja! Ja! Dat is echt, hè, bandage. Die was ook nog first aid aan het doen, zie je het? Ja. Gewoon bandage. Hey. Dit is echt de domste win die ik ooit gehaald heb. Ja. Weet je waar dat komt? Omdat jij bandage hebt gedaan. Ja. Die gast heeft sowieso first aid en ik ja. Het goeie, Peter, goeie. Lekker. What the fuck? Je dacht ook sowieso, ik ga dat winnen. Ik heb ook boosters en genoeg heals.
Ja jongens, en met deze fantastische win wil ik wel even de video afsluiten. Ja, we hebben een paar lijpe kills in deze aflevering. Vooral van mij, hè, Pieter die... jullie bedankt voor het kijken. Fijne kerstdagen nog. Ik zie jullie weer terug op zondagavond bij de FIFA stream. En op maandagavond, dan ga ik misschien... ...s'avonds laat ook nog PUBG spelen met Pieter. In ieder geval bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog. Abonneer eventjes. En tot de volgende keer, denk ik. Houdoe, hè.